Vandaag is Wereldbraaiendag. Het is precies 210 jaar geleden dat de uitvinder van het blindenschrift, Louis Braille, geboren werd. Onze verslaggeefster Kiki Steenbakker spreekt hierover met Roel van Houten, algemeen bestuurslid van de lokale PvdA, pianist en voormalig bandlid van de Blind Boys of Holland. Van Houten is visueel beperkt. Mijn naam is Roel van Houten. Ik woon hier al 30 jaar in dit huis. En ik ben vroeger bij de lagere school geweest. Toen de MULO, toen de HAVO, de middelbare school, sociale academie. Toen ben ik hier in Arnhem gaan werken in een buurthuis. En u bent al heel uw leven blind? Ja, ja. En u heeft braille geleerd? Is u dat vroeg zichzelf aangeleerd? Of? Nee, bij de blinde school in Zeist. En ging dat moeilijk? Was dat moeilijk? Hoe gaat dat ieder kind? Dat duurt lang, hè? De 2 jaar of zo, dat je echt zo'n beetje regels kunt lezen, zinnen kunt lezen, kleine woordjes, kleine stukjes tekst. En het langzaam was steeds beter. Toen ik 4 jaar was, toen kon ik wel goed lezen, vond ik. En zijn er ook specifieke letters of woorden die moeilijk te lezen zijn? Nee, vooral mee. Het is een systeem van 6 puntjes, hè? Wat leest u nu? Leest u nog veel? Ja, soms braille, maar ook veel gesproken doe ik. En wat voor boeken liggen hier bijvoorbeeld? Deze, het is een braaienboek. Het is een bijbelboek. Heel ouderwets is dat, hè? Heel dik, hoe zie je dat? En leest u die nog wel eens? Of? Ja, die, nee hoor, die heb ik meegenomen naar beneden toe. Dus dit leest nog wel veel, dus een braaienboek. Eenmalig, wat is dit? En dat kun je gewoon weggooien, het lezen kun je gewoon weggooien. En welk boek is dat? Henk van Gelder, Leen Alleen. Maar dit zijn best wel veel oude spullen. Ja, oude spullen, ja. Maar maken ze niet veel, wat voor nieuwe dingen voor? Ja, ik heb er boven een computer staan met een braille leesregel en een software pakket. Kan ik spraak en braille gebruiken boven. Dat is modern. Ja, en gebruikt u dat vaak? Gebruik ik het meeste, ja. Ja. En gebruik ik veel dit apparaatje om boeken te lezen of aantekeningen te maken. Dit apparaatje om alle dingen te doen, dus.